Ja, dit is allemaal plus, min, min, plus. Ik vind deze som belangrijk omdat hier van alles door elkaar zit. En ik zal even laten zien. Als we kijken naar A, hier heb je staan min 8 plus min 3. Nou, dan moet je dus dit omcirkelen en dan wordt het opeens min 8 min 3. En dat wordt niet min en min wordt plus. Nee, ik heb er 8 tekort. Ik haal er nog eens 3 af, dan heb ik er 11 tekort. Nou, vraag B. Ik heb er 8. Nee, dat moet ik echt eventjes doen. Ik heb de neiging zo van, ja, ze zijn zo kort. Ik doe het even snel zo, maar dat is gewoon niet goed. Ik moet ze gewoon allemaal doen. Min 8 plus 3. Ik hoef geen tussenstap bij. Ik heb er 8 tekort. Ik tel er 3 bij op. Ik kom uit op min 5. Dan gaan we naar C. Dat is er wel weer eentje van omcirkelen, want daar staan ze naast elkaar. Kijk, staan ze naast elkaar. Dit wordt 8 min 3. Ja, die som die kun je al heel lang. Dat wordt 5. Dan gaan we naar som D. Min 8 eraf 3. Ik heb er 8 tekort. Ik tel er nog eens 3 af. Min 11. Deze twee zijn eigenlijk hetzelfde, hè? En dan gaan we naar som E. 8 min 3 is 5. Ja, die vind ik echt te simpel. Die ga ik niet doen. F. Min 3 eraf 8. Ik heb 3 tekort. Die zakt er nog eens 8. Min 11. Dus met die min, dan ga je naar beneden. Hè? Dan ga je met het liftje naar beneden. Ga je van de 0 af, juist. Zak je nog verder het negatieve in. Dan G. Dat is eigenlijk 3 plus min 8. Maar ja, dat wordt 3 min 8. Ik heb er 3 waar ik er 8 van afhaal. Heb ik er 5 tekort. Dus min 5. Gaan we naar H. En dat is min 3. Plus min 8. Plus min. Wordt min. Dus min 3. Dan hebben we hem weer. Min 3 min 8 is min 11. Dan gaan we naar de laatste. Dat is i. Min 3 plus 8. Ik heb er 3 tekort. Ik tel er 8 bij op. Kom je uit op 5. Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot in de les of het volgende filmpje.